En dat we niet ons laten meesleuren door een kleine minderheid die rechtsradicaal is. De planning voor vandaag is eigenlijk niet veel groter dan dat we hier vandaag met hopelijk 25 mensen maximaal bij elkaar komen. En niet meer dan dat vanwege de coronamaatregelen ook. En dan vervolgens toch deze boodschap wil laten zien. En met mensen erbij, waardoor die hulpverleners ook weten van er zijn ook mensen die echt achter die boodschap staan. Nou, ik denk dat het altijd goed is om je te uiten. Ook al hoor je tot de zwijgende meerderheid die niet zo makkelijk de straat opgaat. En daar wel heel goed over nadenkt. Dus iedere stem telt, ieder geluid telt. En dat we niet ons laten meesleuren door een kleine minderheid die rechtsradicaal is. We zijn ook niet politiek gekleurd. Vandaar het blauwe logootje ook. Hè. We zijn niet groen, we zijn niet rood, we zijn niet links, we zijn niet rechts. Maar volgens de organisator komt hier iedereen zonder een politieke kleur. Links of rechts, iedereen mag hier staan vandaag. Nou, ik sta gewoon voor beschaving. Dat is volgens mij links nog rechts. Het is alleen niet radicaal. Extreem radicaal. En gewelddadig. Daar houdt de grens op. Maar zijn 25 man niet een beetje weinig om zo'n statement achter te laten? Voor de proefballon die we nu oplaten, zeg maar, deze eerste keer, vinden wij het een mooi getal. Gewoon dankjewel zeggen, dat is het. En een grotere boodschap dan dat willen we niet uitdragen.